gaan weer uitgebreid kijken naar een nieuwe attractie in de Efteling. En vandaag neem ik jullie mee naar de stoomtrein. Naar een nieuwe video van Eftalk. Mijn naam is Michelle en zoals ik net al zei, neem ik jullie vandaag mee en ga ik jullie heel veel vertellen over de stoomtrein. Stoomtreinmaatschappij misschien, nou ja, de stoomtrein en wat dingen die erbij horen. En we beginnen bij de geschiedenis. We gaan het vooral hebben over de geschiedenis, want er is heel veel gebeurd in de geschiedenis ook van de stoomtrein. We beginnen bij de zoektocht naar een locomotief. Die ging heel moeizaam en vanaf 1959 waren er al discussies hoe de attractie eruit moest zien, hoe breed het spoor moest zijn en wat voor trein geschikt zou zijn voor het park. In 1959 en 1960 waren al onderhandelingen met spoorijzer te Delft, maar dat vond de Efteling te duur. Ook is verder gekeken bij firma Krekel in Apeldoorn en bij de heer Neven uit Vreeswijk. En zelfs het Spoorwegmuseum in Utrecht is benaderd voor informatie. En er is documentatie opgehaald uit Engeland en de Verenigde Staten. Begin 1968 valt het oog op de locomotief Aagje. Aagje kwam en stal onze harten. Zo meldt het dagboek dat werd bijgehouden over de ontwikkelingen in de voorbereiding voor de stoomtrein. De trein is een van de laatste stoomlocomotiefjes in Nederland die nog in bedrijf is. En rijdt er rondjes op dat moment op de Arnhemse steenfabriek IJzeroord. De Efteling gaat over tot aanschaf van de locomotief en op 8 mei van het jaar arriveert Aagje op een dieplader in het park. De aanleg van het 1800 meter lange parcours gebeurt met sporen en bielsen van de spoorlijn Antwerpen-Praschaat. Burgemeester en voorzitter van de Stichting Natuurpark, Van der Heijden, wil hiervoor geen bomen kappen. Dit gebeurt ook niet, totdat alles op zijn plek ligt, maar helaas blijkt dit toch noodzakelijk om de trein veilig te kunnen laten rijden. Piet Schaperom vertelt erover. Van der Heijden hadden we in de achterste wagon gezet en voor op de stoomlocomotief zat een man met een motorzaag. Iedere keer als er een tak in de weg zat, lieten wij de stoomfluit gillen om het geluid van de zaag te overstemmen. Uiteindelijk opent in 1969 het aangelegde traject onder de naam Miniatuur Stoomtreintraject nummer 1. Aagje rijdt dan als enige stoomlocomotief van het station Sprookjesbos een halve cirkel om het park, langs het Sprookjesbos, de roei- en kanovijver, richting het café-restaurant met station Noord en weer terug. Ik neem jullie even mee langs die route en ik begin bij station Sprookjesbos. Vonden we vroeger station Sprookjesbos, op de plek waar we nu het sprookje vinden van Ezeltje Strekje en het kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje. Het station was ontworpen door Anton Pieck en heeft dienst gedaan tussen 1968 en 1974. Uiteindelijk zijn ze gestopt met het gebruik van het station toen station Marenrijk opende, wat we nu nog steeds zien, maar daar komen we straks op terug. Opmerkelijk aan dit station was dat het perron aan de overkant van het spoor lag en dat het nogal moeilijk bereikbaar was daardoor. Vanaf dit station ging de trein richting de Kano- en Roeivijver. Het ging langs Fata Morgana, langs wat nu het Ruigrijk is, richting station Noord. De route eindigde hier achter me op station Noord, op de plek waar we nu de Kleuterhof terugvinden. In 1974 werd locomotief Moortje door de Efteling in gebruik genomen. Haar naam verwijst naar haar zwart gekleurd uiterlijk. Ze werd in 1907 of 1908 gebouwd door Orenstein en Koppel, een fabriek van smalspoorsystemen die veel leverde aan de mijnbouw- en baksteenindustrie. En in 1970 werd ze door de Efteling aangekocht, 4 jaar voordat ze daadwerkelijk gebruikt werd dus.
Toen de Efteling haar in 1970 van die aannemer overnam, was niet veel meer over dan een roestige hoop oud ijzer. Haar laatste ketelkeuringsrapport stamt uit 1951, wat doet vermoeden dat ze al enige jaren geen dienst meer had gedaan. De technische dienst van de Efteling heeft in zijn werkplaats anderhalf jaar gewerkt aan de restauratie. Er werd een nieuwe kolentender toegevoegd, de achterwand van het machinistenhuis werd verwijderd en de stoomketel werd geheel vervangen door een nieuwe. Voor Achtermoortje werd een eigen treinstel gebouwd met vier openwagens zoals eigenlijk die ook had. Daarbij kwamen twee dichte varianten. In 1974 werd ze in gebruik genomen. In 1987 verliet de trein tijdelijk de Efteling voor een grote revisiebeurt bij de werkplaats Tilburg van de Nederlandse Spoorwegen. De revisie is uitzonderlijk omdat een locomotief die eigendom is van een particuliere organisatie bij de NS in onderhoud gaat. Omdat Moortje bij haar vorige werkgever eens is gevallen, was een scheef frame ontstaan dat nooit goed gerepareerd is. De totale revisie bij de NS maakte het mogelijk om ook het frame grondig te onderzoeken en het uit te lijnen, te richten en de bout- en klinknagelverbindingen te controleren. Ook werden alle onderdelen opgeknapt, zoals de stoomketel en het loopwerk. Moortje reed een paar jaar later haar ronde weer over het traject. In 1974 verdwijnt station Sprookjesbos om plaats te maken voor een gloednieuw station, gelegen aan de nieuwe Sint-Nicolaasplaats. Tevens wordt er een wissel geplaatst, zodat Aagje en locomotief Moortje tegelijk over het spoor kunnen rijden. Ter hoogte van het latere station Zuid is dan een passeerspoor waar de in twee richtingen rijdende treinen elkaar voorbij kunnen. De locomotieven worden aan de beide uiteindes van de hoefijzervormige traject losgekoppeld van de wagons en middels een keerdriehoek andersom weer gekoppeld om de dienst de andere richtingen te vervolgen. In 1974 opende station Marenrijk onder de naam station Sint-Nicolaasplaats toen het spoor enkel naar station Noord nabij het café-restaurant in het tegenwoordige Reisrijk liep. De oude benaming staat met het jaartal heden nog altijd vermeld op het ovale bord midden op het stationsgebouw. Het station werd tegelijkertijd met de nieuwe Sint-Nicolaasplaats en fontein geopend en verving daarmee het station Sprookjesbos. Bij de bouw wordt de capaciteit van de stoomtrein van 6 coupés vergroot naar een totaal van 10. Tegelijk met het nieuwe station wordt er een wissel aangelegd zodat Moortje tegelijk met trein Aagje kan rijden. Omdat de baan op dit moment nog niet rondloopt maar er gependeld wordt, moeten de treinen elkaar immers kruisen. Het zijspoor ligt er nog steeds, maar is daar nu permanent ter decoratie enkele karren op uitgerangeerd. Halverwege de wachtrij hing een bord met een figuur die zijn handen verontschuldigend toont met de tekst: "Lieve mensen, het spijt ons zeer, vanaf hier geen plaatsen meer." Deze is in de jaren 90 verwijderd, waarschijnlijk omdat de waarschuwing niet altijd op zijn plaats was. Het ligt er maar net aan hoeveel passagiers uitstappen, hoeveel er ook weer plaats kunnen nemen. Het bord staat tegenwoordig op een plank in het Wonderdepot. In augustus 2018 werden de omroepen toegevoegd die nu regelmatig te horen zijn. Een maand later werd er bij de ingang een bord geplaatst waarop de route van de stoomtrein staat aangegeven, hoe vaker een trein vertrekt en wanneer de laatste rit van de dag is. Eind oktober 2022 kregen de pieten in de klok, die eerst volledig zwart waren, een lichte huid met roetvegen. Ook heeft hun kostuum vanaf nu lange mouwen. Ter verduidelijking van de locaties van de stations in het park werden op enig moment borden geplaatst achter een spoor met de windstreek, waarbij station Sint-Nicolaasplaats werd aangeduid als station West. Bij de hernoeming van de parkdelen in 1999 is die naam overeenkomstig veranderd naar station Marenrijk. Koninginnedag met de traditionele défilé op Paleis Soestdijk, een maand na haar verjaardag en troonafstand. Zoals gebruikelijk trokken weer vele groepen Nederlands langs het bordes. De Efteling, koningsgezind als ze is, pakt bij deze gelegenheid uit met een spektakelstuk. Er wordt een speciaal stukje smalspoor in de tuin van Soestdijk aangelegd en aan Aagje is de eer om daar een stukje te rijden. In 1980
wordt gezocht naar een extra stoomlocomotief om flexibeler te zijn met de materieelinzet. De remise wordt hier ook voor uitgebreid. Bij stoomtrein enthousiast K.A. Neven in het dorpje Zeeland vond men locomotief Neefje, een Henschel uit 1914 die in gebruik was geweest bij de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in Delft, nu beter bekend als DSM. Ze zorgde daarvoor de aanvoer van kolen naar het ketelhuis, maar werd zelf niet gestookt. De stoomketel werd steeds opnieuw gevuld met een slang vanaf de fabrieksketel. Dit omdat het stoken ontploffingsgevaar zou geven in de fabriek. Eind 1969 werd ze uit dienst genomen en via de Nederlandse Smalspoorstichting in Katwijk belandde ze bij Kees Neven. De Efteling wilde natuurlijk wel een gestoken exemplaar, dus nam Neven de locomotief flink onder handen. Er werd een nieuwe ketel, waterreservoir en vuurkist geplaatst. Een merkplaatje in het machinistenhuis herinnert hieraan. De machinistenhuis werd volledig vernieuwd, maar de nieuwe ovale ramen werden herplaatst. Het onderstel daarentegen bleef nagenoeg ongewijzigd. Aan het begin van seizoen 1981 werd hij in dienst genomen. Genomen nadat er structurele problemen met de stabiliteit waren. Die werden geweten aan de ombouw die bij Neefje had plaatsgevonden. Als vervanger werd Treintje besteld. Neefje is halverwege de jaren 90 nog wel in onderhoud geweest bij de NS-werkplaats Tilburg, maar dat heeft de situatie niet kunnen verbeteren. Na 10 jaar buiten gebruik te zijn geweest, is hij met ingang van seizoen 2001 tentoongesteld op het grasveld voor het station Marenrijk op de Sint-Nicolaasplaats. Ernaast staat een plakkaat met de weinig Eftelingse tekst in gebruik geweest. 1914 tot 1969, Koninklijke Gist- en Spiritusfabriek Delft. 1970 tot 1973, NSS Katwijk. 1973 tot 1980, K.A. Neven. 1981 tot 1991, Efteling. Neefje werd vernoemd naar Kees Neven, omdat hij zoveel betekend had voor de restauratie van de Efteling-locomotieven. In de voorbijgaande jaren is de Efteling flink uitgebreid ten opzichte van de oprichting. In 1981 is de Python gebouwd en aangezien deze nogal ver weg lag van de rest van het park, is hier destijds ook gekozen voor de aanleg van een eerste horecapunt, Poffertjeskraam in de Spreeuwpot. Enkele jaren later, in 1984, zijn er inmiddels flink wat attracties in dit gebied gerealiseerd, zoals de Halve Maan, de Oude Tuffer en Polka Marina. Daarom wordt de Likkerbaard gebouwd. Een tweede grote snackcorner in het park in aanvulling op de Smulpaap bij het Anton Pieckplein. De Likkerbaard blijkt lang prima aan de hier gevraagde capaciteit te kunnen voldoen. Het eenvoudige gebouw wordt een aantal keer geresteld, maar wordt zeker na de komst van Vliegende Hollander in 2006 steeds drukker. Het Likkerbaardcomplex voldoet eigenlijk niet meer qua oppervlakte, keukencapaciteit, terrasruimte en toilet om aanbod. Ook toont het voornamelijk uit hout en minder degelijke materialen opgetrokken gebouw intussen wel heel duidelijk de tand destijds. Daarom wordt de Likkerbaard uiteindelijk in 2009 gesloopt om plaats te maken voor een geheel nieuw horecacomplex op deze locatie. Voor het nieuw te bouwen restaurant wordt gekozen voor een grotere opzet dan enkel een restaurant. Horeca en het wat treurige station Ruigrijk moeten gecombineerd worden in één groots complex. Het is een tijd waarin het goed gaat met de op zakelijke uitkopen gerichte activiteiten van de Efteling. Het verkopen van evenementen wordt een steeds belangrijkere bron van inkomsten. Al snel wordt dan ook besloten dat het restaurantstationsontwerp tevens gebruikt moet kunnen worden als af te huren evenementenzaal. Het Bootmanshuis bij de radiografisch bestuurbare bootjes, wat de laatste jaren dient als kantoor, wordt geruimd om meer ruimte te creëren voor het gebouw. De bovenverdieping wordt ingericht als kantoorruimte. De toiletgroep achter de Meermen wordt, naar later blijkt, slechts tijdelijk gesloten om in het nieuwe complex één groot toiletblok te kunnen realiseren voor heel het Ruigrijk. Karel Willemme heeft de leiding over het project en haalt een oud idee van stal. Een horecapunt in het thema van koloniaal Indië. Dat idee was eerder al ten tafel gekomen bij de ontwikkeling van het Uitrijk, ook onder de naam De Oost.
maar is nooit verder ontwikkeld en het koloniaal thema sloot goed aan bij de Vliegende Hollander. De bestaande naam De Oost was naast het koloniale aspect ook toevalligerwijs een aardige verwijzing naar de oude naam van het station, Station Oost. Men werkt onder de titel In Den Oost, die later aangepast wordt naar het definitieve Station De Oost. Het gebouw is van binnen naar buiten ontworpen. De verschillende onderdelen van de foodcourt en de bijbehorende keukenfaciliteiten zijn eerst naar tevredenheid gepositioneerd. Pas daarna is hier een gebouw omheen ontworpen waar dit allemaal in zou passen. Begin 2009 start de sloop van de Likkerbaard, waarna al tegen het eind van de eerste maand de eerste contouren van het nieuwe restaurant te zien zijn. De Efteling hijst op 2 september 2009 de vlag op het hoogste punt Station De Oost. In oktober is het buitenwerk al klaar. Bij aanvang van de Winter Efteling 2009-2010, op zaterdag 12 december, wordt het station voor publiek geopend. In januari wordt nog de Apenfontein op het plein voor het gebouw toegevoegd. Heeft het zicht op de Vlonderplas vanaf het traject wat minder vrijgemaakt. Vanaf de opening van de Fonteinshow tot juli 2016 kon de stoomtrein in de avond, wanneer bezoekers zich naar de Vlonder spoeden, over een drietal daar al in 2008 aangelegde overwegen niet rijden. De treinen gingen dan ruim voor de eerste show naar de remise. Dit werd uiteindelijk opgelost in 2016 door een extra pad aan te leggen tussen de Vlonders en de poort van Fata Morgana en de overwegen te verwijderen of permanent te sluiten. Sindsdien is de door een donker park puffende, sfeervol verlichte stoomtrein weer onderdeel van het avondelijke attractieaanbod. Naast de locomotieven die we allemaal regelmatig rond zien rijden, hebben we ook nog Dieseltje. Dieseltje is de enige locomotief van de Efteling Stoomtreinmaatschappij die op diesel rijdt. Anders dan de andere locomotieven is het een ongedecoreerde dieseltrein die gebruikt wordt voor onderhouds- en rangeerwerkzaamheden. Iedere ochtend wordt met Dieseltje een ronde over het traject gereden om de baan te inspecteren en vrij te maken van ongeregeldheden. Er wordt gecontroleerd dat iedere overwegsignalering werkt en dat alle wissels goed aansluiten voordat met de echte stoomlocomotieven gereden wordt. De eerste Dieseltje werd al in 1953 gebouwd. Ze werd geleverd aan bouwhandel IVB NV in Zwolle, die ook in industriespoor handelde. Die verkocht eraan een Brabantse aannemer. In 1975 kwam ze in de Efteling terecht als hulplocomotief. De originele 13 pk Dima-motor is na helemaal opgereden te zijn op een gegeven moment vervangen door een 95 pk viercilinder uit een Mercedes-busje. De veel te sterke motor heeft het chassis niet veel goed gedaan. Na 20 jaar besloot de Eftelingen daarom in 1995 in te ruilen bij Allen Kief en bestelde men daar een nieuwe diesellocomotief. De tweede Dieseltje is degene die nu actief in gebruik is in de Efteling. Ze werd omstreeks 1995 gebouwd door diezelfde Allen Kief die in 1991 treintje al had gebouwd voor de Efteling. Kief heeft dus ook de eerste Dieseltje overgenomen als in ruil. Dat was eigenlijk de geschiedenis. Normaal ga ik nu naar de merch kijken, maar ja, er is niet heel veel merch van de stoomlocomotief, stoomtrein, van heel het treingebeuren. Behalve een enkel modeltreintje. Dus laten we vooral een ritje gaan maken. We'll be right back.
zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het weer een toffe video vond. Is dat nou zo? Druk dan even op het duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren. En druk even op dat belletje. Dan krijg je een melding als ik de volgende keer weer een nieuwe video online zet. Ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag volgende keer. Misschien maandag bij mijn nieuwe nieuwsvideo. Tot de volgende keer. Toedeliokie.